De postauto van Sittard levert elke dag tientallen pakketten af bij een klooster. Meisjes verdelen de inhoud over sorteertafels waarop al allerlei kledingstukken, luiers, schoenen en stoffen liggen die na de oproep van Pater de Greve door talrijke gezinnen ter beschikking van de Caritas-missie werden gesteld voor verdeling onder ongeveer 70.000 Nederlanders in Duitsland. Er werd royaal gegeven. Vrijwel alle artikelen verkeren in uitstekende staat. Uit deze massa worden nu gevarieerde pakjes samengesteld en klaargemaakt voor verzending. Met de douane werd een regeling getroffen, zodat de vrachtauto's verzegeld de grenspost kunnen passeren. Deze wagen is bestemd voor Aken. Aken is geen stad meer. 2/3 van de woonruimte is verwoest en 140.000 mensen trachten zich met de resterende onderkomens te behelpen. In deze stadsruïne wonen nog bijna 4.000 Nederlanders. En voor hen is de auto met kleren uit Sittard onderweg. Vele van onze landgenoten wonen in oude bunkers. De mensen die niet in staat zijn naar het consulaat te gaan, krijgen het pakket thuisgebracht. Behalve kledingstukken bevat het blikjes conserven die een zo nodige aanvulling zijn op de levensmiddelen die de Nederlandse regering maandelijks stuurt. Voor het Nederlandse consulaat staat in de middag van dezelfde dag een keu van landgenoten die daar hun pakketten in ontvangst komt nemen. Primitieve karretjes nemen ze vaak hun geschenken mee naar huis. Geschenken van wildvreemde mensen uit het vaderland die hun het gevoel hebben gegeven dat ze niet vergeten worden in de barre verlatenheid van een verwoeste stad.